Ik ben Sebastiaan Steuteler, 37 jaar, geboren en getogen in Almelo. Ik ben in het dagelijks leven toegevoegd rechtsterwaarder en ik zit sinds 2018 in de gemeenteraad voor de Partij voor de Vrijheid. Ik sta op plek 25. En wat zijn de verwachtingen van u? Ik heb geen idee. Zoals de peilingen er nu uitzien, de ene week peilen ze ons net wat hoger dan de andere week en het schommelt zo tussen de 20 en ik heb op de maximum al een keer 28 zetels gezien bij Maurice de Hond. We gaan het zien. We wachten het af. Het is goed dat we Almeloze Twentse kandidaten hebben, dat we kandidaten uit Oost-Nederland hebben. Maar als wij gekozen worden, als ik gekozen word in de Tweede Kamer, zit ik er niet alleen maar voor Almelo. Ik zit hier in de gemeenteraad, zit ik voor Almelo. En als we in de Tweede Kamer zitten we voor het hele land, dan behartigen wij de belangen en komen wij op voor alle inwoners van Nederland. Dus echt specifiek voor Almelo Twente heb ik geen plannen, al heb ik wel een Almeloos perspectief. Dus zijn bijvoorbeeld de N35 en de N36 zijn voor mij wel heel belangrijk. Welke ervaring wilt u eventueel meenemen vanuit de gemeenteraad in Almelo naar Den Haag? Mijn frisse blik op de zaken. Ik denk dat ik dat vooral meeneem. En praktische inzicht ten aanzien van wetten. Dat heb ik in mijn dagelijks werk als deurwaarder heb ik veel met de uitvoering van wetten te maken. Ik denk dat ik heel goed kan inschatten hoe wetten in de praktijk uitpakken. En ik denk dat ik daar behoorlijk een toegevoegde waarde kan zijn. Hoe groot schat u de kans in dat de lijsttrekker van uw partij naar Almelo komt? Dat zou kunnen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de provinciale statenverkiezingen van 2018 en van 2019 stond hij op het punt om naar Almelo te komen. Maar volgens mij was het 2018 dat er net op diezelfde dag dat hij zou komen er een voetbalwedstrijd was van Heracles. En u kunt zich voorstellen, met de beveiliging die de heer Wilders om zich heen heeft en de politieinzet die dat ook van de hele regio eigenlijk vraagt, was dat op dat moment niet mogelijk. Ik wilde ook eventjes vragen hoe de collega's van u in de gemeenteraad hebben gereageerd op het feit dat u zich kandidaat heeft gesteld. Voordat ik mij überhaupt kandidaat had gesteld, hadden heel veel dat al verwacht. Die zaten ook al een beetje te pushen van, goh, je moet je kandidaat stellen, je moet solliciteren. En nu ik deze mooie plek op de lijst heb, zijn ze eigenlijk allemaal enthousiast. Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen. Stel, u wordt niet gekozen. Hoe gaat het dan verder voor u? Totdat ik gekozen ben, of tot de verkiezingen en daarna zou ik niet gekozen worden. Ik blijf mij gewoon vol inzetten voor de gemeente Almelo hier in de gemeenteraad.